Peter-Jan Rens, jij hebt natuurlijk een heel ander leven dan Peter-Jan Rens. Daar wil ik niet mee vergelijken. Maar het was wel voor mij fascinerend om te zien dat iemand die zeg maar, zo op zijn top van zijn carrière stond en daarna viel, als het ware. Ja. Jij hebt het wel ook op een bepaald vlak meegemaakt, omdat het ook zo hoog was waar jij stond. Het was de, jij was de meest bekeken programma's, best betaald in Hilversum. En eigenlijk ook vrij van de een op de andere dag wel een grote terugval. Ja, natuurlijk. Dat is het bekende zwarte gat waar je invalt. En daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Dat heb ik gelukkig niet meer. Ik ben weer gewoon opnieuw eigenlijk weer gelukkig, zeg maar. Maar ik heb daar wel heel veel moeite mee gehad. En ik heb daar natuurlijk ook heel veel tegen geageerd. Want ik was nog maar 1,52. En ik vond dat moeilijk. En daar heb ik eigenlijk nu wel een beetje spijt van. Want ik had beter gewoon het lachend kunnen aanschouwen, bij wijze van spreken. Kijk, je bent niet de kant van de Peter-Jan Rens opgegaan naar Thailand en de vage verhalen en, ja, en vage businesses gestart. Maar hoe zit jij er dan nu bij financieel? Is het goed of heb je fouten gemaakt? Nee. Dat zou het enige zijn, want kijk, als je zo'n veel geld verdiend hebt, dat je nu opeens, je hebt een foute zakelijke dingen gedaan waardoor je geen geld hebt, waardoor je aan de grond zit. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Gelukkig niet. Okay. Ik heb mijn geld in huizen zitten. Nou, huizen zijn op dit moment heel slecht te verkopen. Dus je kan ook zeggen, dat heb ik misschien niet goed gedaan. Maar dat was altijd wel waardevast. Ja. En ik kan gewoon gelukkig dingen doen die ik leuk vind. Alleen wat ik nou zo leuk vind, is televisie. Is het nog steeds een leegte in je leven dat je het niet meer zo vaak doet? Ja, dat blijft. Dat is net als iemand die mooi kan schilderen. Ik zeg, nou mag je een jaar niet schilderen. Dan gaat het juist. Dan ga je een kwastenwinkel in, dan ga je vast verf kopen. Dat is gewoon een beetje, dat blijft. Maar weet je wat ik dan ook zo apart vind aan jou, wat ik eigenlijk treurig vind? Als ik ook een beetje teruglees op jouw toptijd en zo. Ja? Was je ook niet gelukkig? Je had altijd hernia's, je was overspannen, als meer maakte je gek en er was zoveel stress altijd. Ja, dat is het ook zo. Eigenlijk jammer dat je daar niet meer van hebt kunnen genieten door terugkijken. Is het zo? Maar dat is raar. Raar is dat als ik nu terugkijk, denk ik, en ik zie met alle mensen die ik ontmoet heb, van Clinton tot, maar ik heb ook de paus ontmoet en dat zijn allemaal geweldige dingen. Maar als je het aan het doen bent, heb je er toch niet zo in de gaten. Je gaat altijd terugkijken. Ja. Als je terugkijkt, denk je, dat was toch wel heel bijzonder. Maar op het moment dat is, dan is het bijna, niet gewoon. Het is een van die treurige dingen aan het mens zijn. Of de tekortkomingen van een mens zijn. Je voelt je ook pas echt gezond als je net heel erg ziek geweest bent. Natuurlijk. Maar op het moment dat je gewoon gezond voelt, dan waardeer je dat niet. Als je je rug verbrand hebt, slaat iedereen op je rug. Denk je, maar als je niet verbrand bent, dan voel je dat gewoon niet.